Ik ben Devin Özstok. Nou, sowieso meegedaan. Ik ben als kind samen met mijn moeder naar Nederland gekomen om bij mijn vader te zijn, die hier in Amsterdam in de scheepsbouw werkte. In een groot gezin moest er brood op de plank komen. Dus studeren was voor mij geen prioriteit en ook geen vanzelfsprekendheid. Toch heb ik mijn HBO-diploma gehaald en daarna in de avonturen ook mijn studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam afgemaakt. Als je voor een dubbeltje bent geboren, kun je een kwartje worden. Dat kan in Nederland. En dat wil ik ook voor de komende generaties. Tijdens mijn werk maakte ik kennis met medezeggenschap en werd snel voorzitter van de ondernemingsraad. Daarna was de overstap van FNV voor mij een logische stap. Ik heb als vakbondsbestuurder verschillende werksectoren en regio's van Nederland, van Delfzijl tot aan Zeeland, van dichtbij meegemaakt. In 2006 heb ik tijdelijk deel uitgemaakt van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Vanaf 2010 ben ik met erg veel plezier stadsdeelbestuurder in Amsterdam-Oost. Mooiste deel van Amsterdam. Nederland staat voor een enorme uitdaging. Klimaatverandering, ongelijkheid en polarisatie. Ik sta dicht bij de mensen. Ik geloof in de kracht en lef van mensen. Ik wil mij in de Tweede Kamer inzetten voor een menselijke, betaalbare zorg voor iedereen. Ongelijkheid in de woonsector aanpakken en werken aan een schone en duurzame economie en werkgelegenheid. Ik wil samen met Jesse Klaver Nederland veranderen. Ongelijkheid aanpakken in zorg, werk, inkomen en kansen die mensen hebben. Als je met mij wilt werken aan een samenleving waar een plek is voor iedereen, stem GroenLinks. Op 15 maart. Ik ben Devin Özstok, nummer 12, GroenLinks-lijst.